Holy damn, dames en heren. Ik heb voor jullie de allereerste beelden voor de nieuwe Battle Pass van aankomend seizoen. Ik ga deze beelden samen met jullie bekijken om te kijken wat we er dus samen van vinden. Ik heb hem net gezien en ik kan je vertellen, hij ziet er heel sick uit. Laten we daarom gewoon gelijk gaan beginnen met de video, want ik kan niet langer wachten. Dus ik zou zeggen, let's go. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Daar ben ik weer voor jullie in het Fortnite meemenuschermpje van dit seizoen. Oftewel Chapter 3, Seizoen 4. En vandaag in deze video heb ik jullie aan de thumbnail en titel kunnen zien. Maar ik ga dus vandaag met jullie het hebben over de Battle Pass voor aankomend seizoen. Want ik heb in deze video voor jullie beelden over hoe die Battle Pass er hoogstwaarschijnlijk uit gaat zien. Dus blijf deze video gewoon helemaal afkijken. Maar voordat we ermee gaan beginnen wil ik eventjes een shout-out doen aan de nieuwe abonnees. Want deze abonnees wil ik graag een shout-out geven. Dankjewel voor het abonneren op mijn kanaal. Dikke SO naar jullie. Als je nou zo'n shout-out wil hebben, klik dan nu even op het abonneerknopje met dat belletje aan. En wie weet krijg je dan in de volgende video wel gewoon een shout-out met je naam in beeld. Dus dan weet je dat je dat eventjes moet doen. Verder, voordat we ook gaan beginnen, dames en heren, vraag ik je even naar de Fortnite itemshop toe te gaan. En in deze hele mooie itemshop deze mooie supporter creator code TIS invullen. Want hoe meer mensen mijn code invullen, hoe vaker ik een giveaway kan doen. En ik ben ook van plan dat als de giveaway of de Battle Pass uiteindelijk natuurlijk uitkomt aankomend seizoen, er weer heel veel weg te geven. Dus wil je nou kans maken op zo'n Battle Pass of überhaupt ooit op een giveaway, gebruik dan even de supporter creator code TIS. Het zijn letterlijk 4 letters die je gewoon in moet tikken. Accepteren hem. En als ik dan even een tip mag geven, dames en heren, dat heeft verder niks met deze video te maken. Maar zoals je kan zien, op dit moment dat ik deze video opneem, zijn de Fortnite FNCS skins in de itemshop. Je hebt een bundel, je hebt aparte skins zoals je kan zien. Maar wil je nou in de toekomst een best rare skin hebben, dan zou ik het aanraden om één van deze skins te kopen. Want volgens mij gaan deze skins nooit meer terugkomen na dit. Dat is bij de vorige FNCS skins ook niet gebeurd. Dus ik heb ze zoals je kan zien gewoon gekocht. Om er zeker van te zijn dat ik eventueel een best wel rare skin heb. Dus dat is gewoon een tip van mij naar jullie. Je moet je niet verplicht voelen. Maar als je nou zo'n ding gaat kopen in de itemshop, gebruik dan even mijn supporter creator code. Of gebruik überhaupt de supporter creator code. Maar daar gaan we nu niet meer over hebben, dames en heren. Waar ik het vandaag over wil hebben is alleen maar puur over de Battle Pass. En over wat er aankomend seizoen gaat gebeuren. Want er is nog nooit zoveel heisa en speculatie geweest over volgend seizoen. Want gaan wij volgend seizoen nou naar chapter 3 seizoen 5? Of gaan we naar chapter 4 seizoen 1? Niemand weet het. De ene zegt dat we naar seizoen 5 gaan. En de ene zegt dat we naar chapter 4 gaan. I don't know. Ik weet niet wat jullie denken. Laat dat sowieso even in de comments weten. Wat denken jullie? Gaan we naar chapter 3 seizoen 5? Of gaan we in één keer door naar chapter 4 gewoon? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het weten in de reacties. Vind ik gewoon heel erg leuk om te lezen. Maar afgelopen dinsdag hebben wij natuurlijk een update gehad in Fortnite. En daar is dus iets aangepast aan de Battle Pass wat een aantal mensen maar opgevallen is. Want als jij linksonder hier zo staat, je ziet mijn muis daar bewegen, staat altijd standaard een Battle Pass tekst. En daar staat ook de tekst tot wanneer het seizoen duurt. Zoals je kan zien staat daar purchases of the Battle Pass are not in blub. Dat boeit verder niet. Maar er zit daaronder chapter 3 seizoen 4 through December 2. Oftewel, dat betekent dus dat chapter 3 seizoen 4 tot december 2 duurt. Als wij eventjes de kalender erbij pakken, betekent dat dat dit seizoen dus stopt op vrijdag 2 december. Terwijl eerst voor de afgelopen update van dinsdag hier december 3 stond. Oftewel, wij gaan hoogstwaarschijnlijk op vrijdag een live event krijgen. Want er is 100% al geconfirmed dat we aan het eind van dit seizoen een live event krijgen. Dat moet ook wel, want laten we eerlijk zijn, we hebben al nu over de map heel veel chrome zitten. En dat chrome gaat waarschijnlijk wel weg aan het eind van het seizoen. Maar daar moet er natuurlijk een live event voor komen. En waarom er een live event komt, dat ga ik dus zo meteen ook in de Battle Pass laten zien. Maar waarschijnlijk gaan we dus op vrijdag het live event krijgen. Is zaterdag de hele dag de game offline. En komt zondag pas de game weer terug. Waarbij wij dus dan de Battle Pass kunnen kopen. En dan pas weer de game kunnen gaan spelen. Daarom is dat waarschijnlijk aangepast. Het kan ook zo zijn dat de Battle Pass tot 2 december duurt. En dan dus zaterdag pas het live event is. I don't know verder. Maar jongens en meisjes, wat wel gewoon heel erg benieuwd en bekend is, is natuurlijk wat er dus volgend seizoen gaat komen. En zoals ik al heb gezegd, ik heb dus in deze video voor jullie de allereerste beelden van wat waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, de Battle Pass voor aankomend seizoen gaat worden. Dus ik dacht, laten we die maar bij gaan pakken. En dit wordt de Battle Pass waarschijnlijk aankomend seizoen. Als je kan zien, zie je hier dus Battle Pass level 1, seizoen 1. Er staat hier dus dat we naar chapter 3, seizoen 5 gaan. En die duurt tot 17 februari. Geen idee of dit daadwerkelijk echt zo is. Maar dit kunnen we nog verwaarlozen, want dat kan natuurlijk ook chapter 4 gaan zijn. Zoals we kunnen zien, hebben wij bij de Battle Pass staan de Midas skin. Want er is waarschijnlijk al geconfirmed dat Midas terug gaat komen in het volgende seizoen. Midas moet tegen de Herald gaan vechten, want Herald is natuurlijk de slechterik van dit seizoen. En Midas moet ons komen redden. We hebben natuurlijk al de gouden Midas, dus hoogwaarschijnlijk wordt dit dan de zilveren Midas zoals je kan zien. En dat kan best wel echt heel erg waar zijn. Dan is dat niet het enige, want de Battle Pass tier 100 skin
Zou dan eventueel Midas kunnen worden? Nou, laten we zeggen dat dat waar is. Zou gewoon heel erg nice zijn. Dan gaan we naar het tweede stapje hier bij de custom lightsabers. Soms hebben we natuurlijk aparte skins. We hebben natuurlijk al in seizoen 1 die soort van skelet gehad die je kon customizen. Je hebt elk seizoen wel iets anders. En nu hebben we dus ja custom lightsabers. Want we weten dat er best wel veel met Star Wars geweest al is. Dus om dan natuurlijk custom lightsabers te krijgen is natuurlijk best wel ziek. Want volgens mij hebben we nog geen lightsaber pickers in de game. En als dit natuurlijk daadwerkelijk zo zou zijn dat wij dus een lightsaber pickers zou krijgen, zou dat gewoon heel erg nice zijn, althans dat vind ik. Ik heb zelf iets minder met Star Wars, maar als dit in de game zou zijn, het zijn mooie pickaxes, dus ja, ik zou het wel nice vinden. Ik weet niet wat jullie mening daarvan is, maar als wij dan hier naar de secret skin staan, dan staat hier ook secret skin, hebben we daar Master Jello. Geen idee wat dat moet in gaan houden, dat moeten we tegen die tijd dan gaan zien. Daaronder hebben we de Fortnite crew, dat is dan een skin die waarschijnlijk bij de Fortnite crew uit moet gaan komen. En zoals je kan zien, bij bonus rewards hebben we daar dus uiteindelijk Miles Morales. Want ik heb al een aantal video's gemaakt dat Miles Morales misschien wel naar de game gaat komen en misschien ook wel niet dit seizoen. Ik denk dat hij dit seizoen nog gaat komen, maar de Battle Pass die hier zo staat gaat dus waarschijnlijk aangeven dat hij dus aankomend seizoen gaat komen. Wat natuurlijk ook nog een mogelijkheid is, maar hij moet sowieso gaan komen, want we hebben natuurlijk Spider-Gwen. Verder kan dit dus daadwerkelijk een heel echt Battle Pass dingetje zijn. Want we hebben hier ook de Mullet Skulls, zoals je kan zien. We hebben natuurlijk Meowsicles en al die andere skins in die richting. Maar zoals je kan zien, dit is dus het allereerste concept die er gemaakt is over hoe dus eventueel de Battle Pass eruit moet komen te zien. En als dit daadwerkelijk de Battle Pass gaat worden voor Chapter 3 seizoen 5 of Fortnite Chapter 4 seizoen 1, zou ik het oprecht best wel nice vinden. Tuurlijk, we kunnen nog niet de andere skins zien die in de Battle Pass zitten. We zien hier alleen Midas staan. Maar als het zo zou zijn, zou ik er redelijk tevreden mee zijn. Ook helemaal als we naar de bonus rewards kijken, weten dat daar Miles Morales in zit. Maar dan vraag ik het aan jullie. Wat zouden jullie ervan vinden als dit dus daadwerkelijk de Battle Pass zou zijn? Zouden jullie dit vet vinden? Zouden jullie een ander thema willen zien? Laat het eventjes weten in de reacties. Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Dus drop het nu. Wat zou jij graag willen zien aankomend seizoen? Ik weet het niet. Maar als we dit zo zien, vind ik het niet echt een hele verkeerde Battle Pass. Al zeg ik het zelf. Want als we natuurlijk gaan kijken naar de Battle Pass die we nu dit seizoen hebben gehad, valt het uiteindelijk natuurlijk ook wel heel erg mee wat we gekregen hebben. Kijk, dan kan ik beter bij de bonus rewards kijken natuurlijk. Want bij de bonus rewards kan je alles heel goed zien. Tuurlijk, we hebben vette skins gekregen, maar ik vind het nou ook weer niet hele bijzondere skins. Laten we eerlijk zijn, Spider-Gwen heeft dit hele Battle Pass wel gecarried, zeg maar. Want zonder Spider-Gwen had deze Battle Pass in mijn opzicht best wel slecht geweest, maar dat is mijn mening. Kijk, er zijn misschien mensen die deze Battle Pass heel erg vet hebben gevonden. Ik ben daar zelf minder eentje van. Maar goed, weet je, we weten de volgende keer natuurlijk niet wat we gaan krijgen. Want als we naar deze Battle Pass kijken, zien wij dat we deze Battle Pass ook niks hebben gekregen om te customizen. Natuurlijk, vorige Battle Pass hebben we van mij een pickaxe gekregen en daarvoor natuurlijk die skin. Maar dit seizoen zit dat er dus helemaal niet in. Dus we moeten ook maar even afwachten of dat dus volgend seizoen wel in de game gaat zitten. Maar jongens en meisjes, nu vragen jullie natuurlijk allemaal af van Chesto, wat ga je dan doen als het nieuwe seizoen dropt? Nou, ik wil sowieso aan een aantal mensen, als het nieuwe seizoen dropt, een Battle Pass gaan giften. Jullie weten dat ik dat heel vaak doe. Dus bij deze wil ik alvast met jullie de afspraak maken. Als je nou kans wil maken op zo'n gift, dan het enige wat je dan eventjes te doen is even naar de Fortnite items op toe te gaan en in die items op gewoon even deze supporter creator code TIS in te vullen. Want hoe meer mensen mijn code gebruiken, hoe vaker ik een giveaway kan doen. En als je dus deze code nu gewoon gebruikt tot dan met het nieuwe seizoen en geabonneerd bent op mijn kanaal, dus je moet ook geabonneerd zijn met dat belletje aan, dan maak je misschien wel tegen die tijd gewoon kans op de Battle Pass of eventueel op 1000 V-Bucks, zodat jij dus zelf met die 1000 V-Bucks de Battle Pass weer kan kopen. Dus het is gewoon heel simpel. Als je die stappen doet door te abonneren en gewoon even mijn supporter creator code te gebruiken, ben ik jou gewoon heel dankbaar. En dan kan ik jou misschien tegen die tijd wel gewoon een Battle Pass giften, want dat gaan we sowieso weer doen. Je kan ook eventjes de Discord joinen. De Discord staat in de beschrijving. Daar bespreek ik met mijn kijkers ook heel vaak dingen over het nieuwe seizoen, et cetera. Dus als je dat nou leuk vindt, doe dat eventjes. Dat is helemaal gratis. Maar ja, ik ben benieuwd. Als er meer leaks komen over het aankomende seizoen, blijf voor jullie de video's uploaden. Zullen jullie dat leuk vinden natuurlijk. Maar voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat het aankomende seizoen super vet gaat worden. Maar dat gaan we meemaken. Bedankt voor het kijken. Tot morgen bij een nieuwe video. En voor nu zeg ik, later.